het is een moeilijke dag voor me. Ik heb natuurlijk 17 jaar gevoetbald. Heel veel mooie dingen gemaakt, meegemaakt. En het is echt een heel mooi avontuur geweest. Ik ben natuurlijk begonnen bij LMO. Daarna op 7-jarige leeftijd al naar Feyenoord gegaan. En ik moet zeggen, om hier afscheid te nemen in zo'n stadion. Met jullie als supporters die me heel mijn carrière hebben gesteund. En die mij zo'n warm gevoel hebben gegeven dat ik zo'n mooie carrière heb gehad. Dus ik ben jullie voor eeuwig dankbaar. Ik vind het fantastisch om nu in het Feyenoord shirt afscheid te nemen. En zeker hier op de middenstip in mijn stadion. Ik hoop dat Mario Been en het elftal dit seizoen een heel goed seizoen gaan doormaken. Ik wens ze alle succes. En ik zou zeker op de tribune zitten om ze aan te moedigen, hand in hand met jullie allemaal.